Goedendag allemaal, welkom bij de Rival Box Club Huiswerk. In deze video gaan we het eventjes hebben over wanneer cirkel je nou eigenlijk uit? Nou, uitcirkelen, dat is een ingewikkeld concept in boksen. Vooral voor beginners, voor mensen die nog niet zoveel gespart hebben, nog niet zo diep op sparren zijn ingegaan of nog niet zo heel veel inleving hebben en wat dat precies inhoudt. Nou, in het schaduwboksen is het heel goed om een cirkel uit te gebruiken. De vraag is alleen, wanneer doe je het? Nou, de eerste vraag die je altijd krijgt is, waarom zou ik in hemelsnaam uitcirkelen? Want uitcirkelen is niks anders dan dat wanneer ik hier sta, wauw, ik cirkel uit, probeer een hoek te landen, of ik stap de andere kant uit, boom, en ik gooi daar een hoek. Kan ik hem direct gooien? Niet aan te raden. Het werkt lichaamsmechanisch niet zo goed, maar dat is een andere video. Ik heb voor deze video eventjes een mooie abroller neergezet, zo'n yoga ding. Dat is eventjes onze denkbeeldige tegenstander die daar staat en richting mij komt of van mij weggaat. Een beetje fantasie voor nodig, maar het lukt wel. Let op. De reden waarom je uitcirkelt, en dit is als je veel aan het sparren bent, dan is dat logisch. Want iemand komt naar je toe, je wil wel een klap uitdelen, maar je wil niet klappen vangen en dan proberen over te nemen. Dat is meestal geen feest. Iemand komt naar je toe, je cirkelt uit, bang, je geeft hem een tik mee. Want in boksen is de regel altijd, laat iemand nooit 12 uur op je afkomen. Want je moet agressie nooit ruimte geven. Want iemand die naar voren gaat met allerlei stoten, wordt alleen maar efficiënter. Terwijl ik alleen maar naar achter ga en steeds meer op mijn dekking aanval. Daar komt er eens een keertje één tussendoor. En in boksen is het meestal 2-3 goede tikken. En het is einde van de avond. Want daarna kom je er misschien overheen. Maar lichamelijk niet meer voor die avond, voor die partij dus. Je wil dat zo lang mogelijk uitstellen. Nou, uitcirkelen. Voor nu. We pakken alleen even de uitcirkelhoek. Want die werkt het beste over het algemeen. Als je uitcirkelt, eventjes lijn boven het mechanische gedeelte. Je wil natuurlijk zo hard mogelijk een tik geven, dus als je hem geeft, hand gaat naar je kin voor de zekerheid. Bang, mijn pectoraal sleept mijn arm mee. Boom. En mijn pols, mijn elleboog en mijn schouder zitten ongeveer op dezelfde hoogte. Dus ik cirkel uit. Wow, boom. Ik gebruik ook mijn buikspieren en mijn pectoraal. Alles om die arm weg te trekken in ieder geval. Nou, als ik hem zo meteen offensief ga maken, dan doe ik hem met mijn rechterhand of met mijn linker. Het idee blijft hetzelfde. Ik stap naar de andere kant en ik gooi mijn hele massa er doorheen. Boom, ik sleep mijn arm weer mee. Nou, dit is even mijn denkbeeldige tegenstander. Jullie doen het in je schaduwboksen. Leg desnoods een handdoek op de grond neer of een hele breekbare vaas. Alles wat je maar in ieder geval motiveert om het niet aan te raken. Nou, terwijl ik hier sta, als hij mij aan het aanvallen zou zijn. Hij staat recht voor mij, geeft mij een tik en alles en nog wat. Mijn voorste voet schuift alvast bij. Kortom, hij gaat 12 uur op mij af. Hij wil agressie bij mij toe doen. Mijn achterste voet schuift uit. Boom. En ik trek die arm naar mezelf toe. Mocht het zo zijn dat iemand net een tik gooit op dat moment, sta ik in één keer naast mijn doel. Boom. Nu heb ik een vrije aanvalslijn. En misschien kan ik 2, hopelijk 3 stoten kan ik teruggooien. Dus nu heb ik eventjes een voordeel in die partij. Probeer dat in je schaduwboksen bij. Je zit een beetje te spelen. Wow. Bang, bang. Je probeert je in te beelden, nu komt hij op af. Boom, pak. En dan beweeg je weer. Misschien beeld je wel in dat je meer doet. Dus en pak, 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 pak. En je beweegt weer. Cirkel weer uit. Boom, pak. Neem het mee. Nou, nu komt de offensieve versie. Met de linker of de rechterhoek. Wederom weer, dit is je tegenstander. Terwijl je hier staat. Denkbeeldig. Je bent aan het aanvallen deze keer. Ik gebruik even een 1-2-3-2, want het is makkelijk voor de uitleg. Ik zit aan te vallen. 1, 2, 3, 2. En één van die twee, als ik die goed heb geraakt, van die laatste die 3 of die 2, als die goed zit, nu wil ik niet hier blijven staan. Want hoe meer stoot ik gooi, des te hoger de kans wordt dat ik een counter krijg. Kortom, mijn aanvalslijn wil ik veranderen. Ik wil aan de zijkant komen. Boom. En daar mijn stoten gooien. De reden daarvoor is namelijk, als ik alleen maar hier blijf staan, wordt het steeds gevaarlijker. Komt die counter eraan. Maar ook bovenal, als je iemand goed raakt, hoogstwaarschijnlijk, bang bang, wat ze ook vangen, gaan ze in die dekking zitten. En dat is een prachtig moment om die cirkel uit naar de zijkant te doen. Gaan we weer. 1, 2, 3, 2. En ik doe hem even heel overdreven hoor. 1. Ik zet mijn voet echt naast mijn tegenstander al neer. Zij kijken nog in de richting van mijn dummy. Ik ben aan de zijkant aangevallen. Dus als zij in die hoge dekking zitten, boom, dwars naar het lichaam. Ik sleep weer die stoot, boom, naar het lichaam, boom. En ik geef hem een tik achteraan, zodra ik die heb gegooid en één erachteraan, ga ik weer naar mijn eigen ritmen. Nou, nu denk ik heel overdreven met die stap. En echt ziet er ietsjes meer zo uit. 1, 2, of wat.
2, 3, 2. Boom, boom. En ik ben weer weg. Probeer dit mee te nemen in je schaduwboksen. Doe hem offensief. Doe hem defensief. Doe hem vanuit je pasje. Nu deed ik alleen eventjes die linkerhoek. Bang. Maar je kan net zo makkelijk stapje en direct uithalen. Stapje. Boom. Rechterhand erachter. Het is helemaal jullie. Ontwikkel je eigen stijl. Ontwikkel waar je goed in wil worden. En train dat vooral. Ik wens jullie heel veel succes en sterkte. Hopelijk kunnen we binnenkort weer trainen. Tot de volgende keer.